Feest in Amsterdam, want Ajax heeft eindelijk die 34e landstitel binnen. Maar elk succes heeft natuurlijk ook zijn keerzijde. Welke spelers zijn er volgend jaar nog te zien in Amsterdam? En voor hoeveel worden ze verkocht? Ik heb hier prijskaartjes en ik ga de fans vragen wat die spelers nou moeten opbrengen. Het wordt een leuk feestje vandaag, of niet? Ja, dat weet ik 100% zeker, man. Dat wordt echt super vet. Heb jij vrij kunnen krijgen vandaag? Ik heb gewoon vrij gevraagd, geen probleem. En je baas, waar kom je vandaan? Ik kom uit Limburg, man. Okay, nou, dat is een mooi stukje. Hey, ben jij niet een beetje bang wie er volgend jaar op het veld staat? Hey, jongens. Ik denk niet dat het probleem is. Het is ongelooflijk. Probeer hier maar eens een interview te houden. Dit is niet te doen. Moet je maar kijken. Hey jongens, succes hè. Salut, Lucas. Hey, waar was nou die gast die net... Hoe blij ben je? We zijn super blij! Ja! Het is niet te doen, mensen. We hebben een finale gehad, dat maakt geen reden uit. We hebben een finale gehad, snap je? Welke finale? Europa League. Oh ja, dat is al wel even geleden, ja. Ja. Kijk, het voelt niet als 4 jaar. We hebben in Europa League succes gehad. En ik zei, je kan mijn Insta story checken, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, our time now. Dat betekent onze tijd nu. En nu is het onze tijd. Maak jij een beetje zorgen over de selectie van volgend jaar? Want er gaan natuurlijk ook weer een hoop spelers weg. Nee, eigenlijk niet. Nee, nou ja, Frenkie gaat dan weg. Maar ik denk, als je nog gewoon een goede naam aantrekt zometeen. Ja. En je probeert de selectie een beetje bij elkaar te houden. Misschien een paar contractopwaarderingen of zo, dat je wel redelijk wat bij elkaar kan houden. Dus ze hebben het allemaal over Bergwijn. Maar ze moeten gewoon Ziyech en die anderen moeten ze 7, 8 miljoen geven. Dan blijven ze. Mark met zijn poen gaat er wel wat moois van maken. Ja, want... Wie? Mark Overmars. Oh ja, die. Kale. Ja. Nee, die is niet kaal. Ik heb allemaal prijskaartjes mee. Ja. En dan mag jij een speler kiezen die voor dat bedrag eventueel weg zou mogen. Ja. Ik heb hier, even kijken hoor. Nou, hier 25 miljoen. Ja. Welke speler mag er weg voor 25 miljoen? Dit wordt Blind. 25 miljoen. Ja, dat heeft hij gekost. Ja, maar daarom mag hij ook weer weg voor 25 miljoen. Wie mag er weg? Wat zeg jij? Christussen. Ja, wat dan? Waarom? Ja, dan krijg je zo'n 100 euro bij ze die opkomen halen. Ja, dat zal hij leuk vinden. En jij, wie denk jij? Wie... Nee, ik denk op het moment zoals op het moment Dolberg speelt, mag je hem van mij gratis afhalen. Maar ja? Ik heb wel hoop dat hij zeg maar nog wel. Okay, dat hij nog wel, daar zit nog wel toekomst in, zeg maar. Wie moet de 75 miljoen kosten? Ja. Tagliafico, maar die is niet te koop. Nee, dat is waar. Maar je hebt 31 miljoen dan. Ook niet! Tagliafico blijft! 50 meter, was 50 meter? Nee. 50 miljoen is dat met zo'n eurotekentje, weet je. Ja, Dolberg mag wel weer voor 5 miljoen is niet veel, hè? Nee, maar Dolberg heeft hij ook niet gekocht. Ja, het is gratis, broer. Gratis? Gewoon een cadeautje, weet je toch? Oké, nou dan doen we even. Ik weet inderdaad. Volgende. Dan gaan we hier 50, 50 millies. 50 miljoen. Hé, 50 miljoen, wie moet er weg? Ziyech mag voor 50 miljoen weg. 50 miljoen voor Ziyech? Voor Ziyech, ja. Ja. Hij is rond de 80, 90. 80, absoluut, 90 miljoen? Absoluut. 50 miljoen, die mag die... Even kijken, oh hier. Moet je er een hele dikke strik om doen en dan moet je hem een hele dikke strik om doen en dan gewoon heel veel plezier wensen. Donny van den Beek voor 50 miljoen, onder de hamer zegt u. Ja, onder de hamer. Hey, ik weet niet waar die is. Maar wat moet het zijn dan? Ja, ik denk wel 40. 40? De 35, 40 miljoen denk ik wel dat hij weg kan. Christensen mag voor 10 weg. Ja? En Dolberg mag voor elk aannemelijk bod weg. Lamproe mogen ze ook opzouten. Ja, ook weg. En wie mag er absoluut niet weg? Voor de hoofdprijs of weet ik het wat? Ziyech. Alleen te huur. Ik zeg Danny de Wit. En naar welke club dan? Iets van Vitesse of zo. Wie vind jij dat er absoluut moet blijven? Frenkie de Jong. Ja, nou, daar heb ik slecht nieuws. Nou, goed geïnformeerd, mensen. Okay. En dan pak ik even hier 100 miljoen. Nou ja, als er iemand voor 100 miljoen gaat, dan zal het te licht zijn. Te licht. Ja. Minimaal ook? Of? Maximaal denk ik. Ja, die heeft zo mooi gepresteerd, ik vind die moet je gewoon iets gunnen. Toch? 75 is dan een mooi bedrag? Fantastisch, ja hoor. Man, dat is bijna dat is driekwart van de begroting. Oké. Okay. Klets. Dolberg, succes man! Ja, is goed. Hey, oh. Geen idee. Yo!